Nico Oosterlee, ik kan me voorstellen als trainer zoek je altijd naar lichtpuntjes. Maar na 7 competitiewedstrijden op rij niet gewonnen, 2 nederlagen op rij. Waar zijn de lichtpuntjes? Zie jij ze nog? Het wordt donker hè, nu op Middelbos. Nee. Maar ja, ik denk dat er niks aan de hand is. De eerste helft. Ik denk dat we goed in de wedstrijd zitten. Speelde bij tijd en wijle, vond ik goed voetbal. En dan ga je toch met 1-0... Achterstand ga je rusten. Door een bal die je er niet uit had aan de zijkant die voor mag komen. En die gaat er dan ook direct in. En terwijl je zelf denk ik in feite de eerste 5 minuten de score moet openen. Je raakt de paal. En Reilly Ignacio vanuit de draai die de keeper pakt. En dan sta je 1-0 achter. En dat is een beetje het verhaal wat we hebben de laatste paar maanden. We komen continu achter. We moeten steeds achteraan. En dan kom je in de tweede helft kom je op 1-1. En dan, ik denk geen 5 of 10 minuten later staat het alweer 2-1 achter. En dan moet je er weer achteraan. En dan gooi je het natuurlijk open achterop. En dan krijgen ze natuurlijk meer mogelijkheden. Dat weet je. Dan maken zij de wedstrijd niet af. Dan blijven ze toch nog leven. En dan krijg je nog een gigantische schietkans op het eind van Nick Kuipers. En die gaat dan naast. En dan blijft het 2-1. En dan sta je weer met lege handen. Word jij langzaamaan niet een beetje moedeloos van deze reeks wedstrijden? Of heb je de conclusie misschien wel getrokken, we komen gewoon kwaliteit tekort? Nou ja, kijk. Je moet natuurlijk, statistieken die liegen nooit. En als je naar ons doelsaldo kijkt, we maken 20 goals. In 11 wedstrijden, dat zijn er bijna 2 gemiddeld per wedstrijd. Maar we krijgen er ook 20 tegen. En vandaag ook weer vrij makkelijk. Ja, en als ik de goals achter elkaar zet en ik kijk ze allemaal terug, dan gaan er heel veel heel makkelijk in. Dat is een terugkerend iets. Ja. Dat verandert dus kennelijk niet. Nee, maar goed, kijk, het is natuurlijk heel simpel. Wij hebben vandaag met 4 verdedigers gespeeld. Een middenveld met de punt naar voren, dus 2 naar 8. 2 verdedigende middenvelders. Ik kan moeilijk natuurlijk 11 verdedigers op gaan stellen. Hè? Terwijl je dat misschien wel eens zou willen. Ja, maar dan maak je zelf geen goal. En als je ook ziet hoe die eerste goal erin gaat. Hè, die bal mag gewoon niet voorkomen. Daar lopen we met 2 man bij. En niemand blokt hem. En kijk, als centrale verdediger is het moeilijk verdedigen bij die eerste paal. Want die jongen die loopt eerste paal, die schampt hem en dan valt verhoek binnen. Dus ja, zeg het maar. Voor die tijd hebben ze volgens mij bijzonder weinig kansen gehad. En zat het bij ons in verdedigend opzicht, zag het er goed uit. En dan kom je op 1-1. Hè, op dat moment ben je ook de bovenliggende partij. En dan laat je je gewoon weer terugzetten. Je loopt weer terug. Je krijgt troost. Heeft een goede slijding hier. Speelt hem verkeerd in. Nou, daar komt de corner uit aan de andere kant. Nou ja, die valt dan binnen. Weer boos? Nou ja, kijk. Ik roep 2-3 minuten van tevoren. Krijgen ze ook een corner. Roep ik aan van jongens. We staan lucht te dekken. En 2 minuten later valt hij binnen. Dus dat is, kijk, vanuit de standaard situaties heb je bepaalde afspraken met elkaar. Ja, en die afspraken moet je nakomen in het veld. En dan kan het niet zo zijn dat die bal vanuit de cornerbal binnenvalt. Kijk, als het nou uit een lopende aanval is, net zoals die 1-0, ja, dan is het iets anders. Maar bij een standaard situatie weet iedereen gewoon wie die heeft. En wat er gebeurt, gebeurt er. Maar die bal mag er niet in. Hoe het ook zij, bij Rijnsburgs Boys worden resultaten verwacht. Geëist misschien wel. Die blijven al een tijdje uit. Merk jij iets van druk, van rommeligheid? Nee, maar weet je, die blijven uit. Dat ben ik niet helemaal met je eens. Dus we zijn 11 wedstrijden onderweg. Dit is de 2e wedstrijd die we verliezen. Ja, maar daar staan ook een hele hoop gelijke spelers tegenover. En je hebt geluk dat er andere ploegen ook heel veel steken laten vallen. Dat je nog bij kan blijven. Ja, maar dat zegt misschien ook iets over de topklasse. Hè? En dat er dus ook heel veel goede ploegen inspelen. En dus dat je niet zomaar je wedstrijdjes wint. Dus dat vind ik een beetje kort door de bocht. Het is de 2e wedstrijd die we verliezen in de competitie. En hoe heet het? Je wint ook niet makkelijk. Dat weet je ook. Maar er is natuurlijk een ongeschreven wet. Dat als jij gemiddeld 2 goals per wedstrijd tegenkrijgt, moet je er 3 maken om te winnen. Nou, ik denk dat er heel weinig ploegen zijn die per wedstrijd gemiddeld 3 goals maken. Ga ze maar nakijken. En
Ja, als je de statistieken bekijkt, een goal voorkomen is altijd nog makkelijker dan een goal maken. En ze gaan er bij ons gewoon te makkelijk in. Er is nog een hoop werk te doen. Nou ja, een hoop werk te doen. Ik denk dat het goed staat en dat je of tenminste goed... Of vind jij dat de spelers maar eens een keer goed in de spiegel moeten kijken? Nou ja, bij zo'n cornerbal, die mag er gewoon niet in. En bij die 1-0 mag die bal gewoon niet voorkomen. En dan kan je zeggen, ja, bij iedere goal zit altijd wel een fout eraan vooraf gaat. Maar dit zijn wel dingen, als je daar zo op wordt gewezen. En je kan van mij aannemen dat we ze daar continu op wijzen, de hele week door. Want ja, we krijgen ze natuurlijk, dat weten we zelf ook. Dat zien we zelf ook, dat we te makkelijk de goals om onze oren krijgen. En dan is het moeilijk voetballen.